Ik heb hiervoor op speciaal onderwijs gezeten. En daar kon ik mijn diploma niet behalen. Dus toen moest ik eerst hier naartoe om mijn diploma te halen en dan verder naar niveau 2 te gaan. Ik doe de opleiding dienstverlening en zorg en welzijn in niveau 1. Ja, dienstverlening is voornamelijk eigenlijk de logistiek. Mijn opleiding leer je voornamelijk gewoon het Nederlands, het rekenen, burgerschap. Dat hoort er natuurlijk ook bij. En je moet ook stage lopen. Ja, wat ik heel leuk vond aan mijn stage is voornamelijk de kinderen helpen tijdens het knutselen en tekenen. En vooral als ze naar buiten gaan op ze letten. Nou, wat ik het leukste vind is omgaan met jong en oud. Ik loop stage bij Groot Broer Groot Zus. En we proberen zoveel mogelijk jongeren van straat af te halen, zeg maar. Ja, ik krijg hier toch meer extra hulp bij. Ik heb ook soms gesprekjes met docenten hoe het gaat. Dat ik echt voorbereid word op het echte mbo. Ga je na zorg en welzijn doen, niveau 2. En dan daarna ga ik doorstromen naar niveau 3 en dan ga ik kijken wat bij stewardess hoort. En daarna ga ik niveau 4 doen. Ik merk ook dat ik echt uit mijn schulpje ben gekropen. En nu ben ik echt een beetje een opgebloeid bloemetje geworden. Dus daar ben ik wel echt heel blij mee met deze opleiding. Mijn hoogtepunt hier is toch wel echt zelfstandigheid leren. Omgaan nog steeds met conflicten. Want als ik kijk naar vorig jaar en dit jaar ben ik wel echt heel erg gegroeid. En weet ik ook echt steeds meer wat ik wil.